Het is 1:15 en het is rust bij Bulgarije-Zuid-Korea. Tijd voor ons WK top 5 spel. En daarvoor is vanavond hier Ignaas van Swieten, scheidsrechter in het betaalde voetbal en ook internationaal scheidsrechter. Nog even hoe het gaat, dat WK top 5 spel. Er zijn 5 opvallende momenten uit het toernooi. En onze gast vervangt er 2 door 2 momenten die voor hem favoriet zijn. Na gisteravond, toen was Klaas Nuninga hier, ziet de top 5 er als volgt uit. Ignaas, je hebt het gezien, de top 5. Je moet er 2 vervangen. Welke wat jou betreft? Mexico-België. Ik vind het net een kwartettenspel trouwens hoor. Van, heb jij dit en heb ik dat. Maar, die kopbal van de Mexicaan is toch een mooi goal. Oh, schitterend, maar er kunnen maar 5 fragmenten zijn. En ik heb er 2 in de aanbieding liggen. Mm. En ik vind ze iets fraaier. Mm. Die dus, momenten die je nog gaat kiezen. Oké, dat doelpunt van de Mexicaan eruit. En? En nog één. Paraguay-Irak. Die dieptepaas. Nou, het vierde fragment. Een prachtige, splijtende dieptepaas. 3-4 spelers worden omzeild. Dat is toch prachtig? Schitterend. De man die komt vrij voor de keeper. Ja. Dus ik vind dat een moment van de speler die de voorzet geeft. Het afronden. Nou, op dit niveau moet dat kunnen. Hm. En ik gooi vanavond een ander mooi fragment. Welke? Ik heb vanavond de wedstrijd gezien. De Sovjet-Unie tegen Frankrijk. Ja. En met name het spel van de Sovjet-Unie heeft me enorm bekoord. Ja. Dit is het moment dat jij... Schitterend. Dit is het ene moment waarbij deze splijtpaas komt op Yevtushenko, een speler van de Dynamo Kiev. Nou, ik vind, dit is echt helemaal voetbal. En tussen 3, 4, 5 mensen draaien en kappen. Wielcurve zal er jaloers op zijn. Ja, dat is inderdaad een prachtig moment. Als je zo'n moment, en dit is echt voetbal, de moed en de lef om wat die deze jongen heeft om door te gaan. En dat is dan jammer, nu wordt hij, gaat die bal corner, maar ik vind dit een schitterend moment. En het volgende moment? Het andere moment is het uitgespeelde kans waarbij je dus echt ziet hoe gedisciplineerd en over hoeveel schijven die bal dan gaat. En het mooiste is deze lijn, of dit schot uit de tweede lijn. Van de Rats. En, ja, de man die ook in de eerste wedstrijd van de Sovjet-Unie een doelpunt gemaakt heeft. Mm-hmm. Nou, dat vind ik zo mooi uitgespeeld, zo mooi opgebouwd. En zo mooi in de weg gelopen bijna. Ja, schitterende knal. Met links. En deze twee zou ik graag in die top 5 willen zien. Ja, opnieuw 2 fragmenten van de Sovjet-Unie in de top 5. Dat betekent dat 3 van de 5 nu van de Sovjet-Unie zijn. Misschien een teken in de wand. Ze spelen inderdaad hoogst modern. Ik denk dat de echte kenners van voetbal deze 3 fragmenten erin zullen houden. Mm. Nou, even over die wedstrijd waar we nu naar zitten te kijken. Niet echt bijzonder, hè? Nee, ik heb vanavond in de vooravond 2 schitterende wedstrijden gezien. 2 jongens die ook uitstekend gearbitreerd hebben. Jammer genoeg. Ja, deze scheidsrechter, die Saoedi-Arabiër, Al-Ghanar. Mm-hmm. Wat wil je daarvan zeggen? Niet veel. Dat is ook verschrikkelijk moeilijk. Het spel is ook erg moeilijk. Met name voor de Bulgaren. Die dus toch het spel van de Zuid-Koreanen niet goed kennen. Maar dat kennen wij überhaupt niet. En dat is vaak moeilijk om tegen een totaal onbekend land te spelen. Mm. Ook het voetbal is heel anders. Ja, maar even over de scheidsrechter. Mm-hmm. Die man komt uit Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Een land waar een minder ontwikkelde voetbalcompetitie is als bijvoorbeeld in West-Europa. Mm-hmm. Moet zo'n man wel kunnen fluiten, vind jij, op zijn WK-toernooi? Hij wordt daarvoor aangewezen en daar kun je eigenlijk niet zo erg veel aan doen. Je kunt ook kiezen voor een ander opzet, maar daar kiezen we niet voor. De FIFA heeft gekozen voor
het opsplitsen van de wereld in een aantal contingenten. Mm. Nou, je kunt dus ook dezelfde vraag stellen ten aanzien van de scheidsrechters. Kun je diezelfde vraag stellen ten aanzien van de ploegen. Mm. Maar wat zou jij voorstaan dan? Als voetballiefhebber zou ik willen kiezen voor die scheidsrechters die het voetbal op dit niveau gewend zijn en dat aankunnen. Uit de traditionele voetballanden dus? Ja, maar dan kies ik enkel en alleen vanuit de voetbalhoek. Mm-hmm. Een wereldkampioenschap, een Europees kampioenschap, heeft doorgaans een andere achtergrond dan alleen maar kiezen mm-hmm. voor vanuit het sportieve invalshoek. Oké, okay. Dankjewel Gimnas. Dan zal men in Mexico stad zo dadelijk wel beginnen aan de tweede helft. Het zal niet al te lang meer duren. En Rick de Sadelier die zal zich ook wel weer melden zodra hij een droog pak heeft aangetrokken. We gaan weer terug naar Mexico. Kan zeggen dat is dat regent, hè? Want we zien hier op het ogenblik niks. We hebben alle. Oké, geef maar. Ja, dames en heren, ik hoef er weinig commentaar bij te doen. Het laatste nieuws is dat het misschien nog iets harder regent dan er straks. De Mexicanen, je ziet dat schijnen daar goed tegen te kunnen. Louis de Pelsmaker heeft inmiddels een tent gemaakt. Ons beeld valt nu opnieuw uit. Wij kijken door een kleine spleet en goed gelukkig in Brussel niet. Wij kijken door een kleine spleet, zien nog altijd geen spelers verschijnen. Die zullen misschien zo lang mogelijk wachten. Dat is dan 15 minuten. De rusttijd, voor wie het niet zou weten, van een voetbalwedstrijd moet minimum 5 minuten zijn en maximum 15 minuten. Het is de scheidsrechter die beslist wanneer het terug begint. En ik dacht dat het beeld was uitgevallen, maar als ik dat goed bekijk, is dat de piste die we close-up krijgen. Ja, wij zijn ook bij de gelukkige. Er is nieuw leven in onze monitor gekomen. De kleur is er wel afgeregend. Maar we zien wat en we zijn zowat de enige voilà, het goed humeur blijft er. Hier bij ons ook natuurlijk. Je moet het natte met het warme nemen. Maar ik kan toch zeggen, in plaats van hier bruin te branden, zijn we wit geregend. In die kleine 14 dagen dat we hier zijn. Wat we nu krijgen, dat is het dagelijks rantsoen, behalve dat het wat vroeger is beginnen neerkomen en dat het wat langer duurt. Gewoonlijk is dat tussen 6 en 7 en dan is dat een half uurtje stortregenen. Maar gisteren en vandaag, en dus moet het zijn dat nu het televisiecentrum buiten de vlaag ligt, aangezien er nog geen stroomonderbrekingen gekomen zijn. Het is een beetje spijtig. Ik kan zien dat u geen beelden krijgt van hoe radio en televisie op dit ogenblik hier werken. Voilà, er wordt eten aangevoerd. Ze zijn erg vriendelijk. Muchas gracias. Ja, al wat plastic is, wordt gebruikt. Op allerlei manieren.
zitten niet beter onder de geïmproviseerde tent, maar dus waar onze schoenen staan, stijgt het water maar altijd. Zowel Louis als ik zitten hier met lichte zomerschoenen. Ik voel de zolen al loskomen. Ik kan natuurlijk altijd al water trappen. Proberen straks de bus te bereiken hier. Het publiek wordt een beetje ongeduldig. Sommigen van het publiek toch, ja, wat voel je op deze leeftijd? Koud is het niet. Je bent niet alleen. Ik ook niet trouwens. En Louis, we amuseren ons, hè. Ik hoop alleen dat de waterschade niet te groot wordt. En dan denk ik vooral aan het papiergeld wat ik op zak heb. Mijn broek, mijn schoenen. En we zien daar dus spelers verschijnen. Die hebben daar het minst van te lijden, ik kan u dat zeggen. Die voelen dat niet eens. En dus een wijziging. Kostadinov erbij. Misschien Mladenov vervangen. Dus de man die gekwetst werd tegen Italië. We gaan even kijken of misschien een meer defensieve ploeg. Het is afwachten. Mladenov is erbij nog altijd. Dus het is iemand anders. Ja, het is ongelooflijk, dus de goede, aangename, opgewekte sfeer rond de velden hier en buiten het stadion. Niks, geen enkele wanklank. Een droge nacht. U hoorde Rick de Sadeleer vanuit Mexico-stad. Ignaas, dit was meer waterballet dan voetbal, hè? Heel jammer, ja. Voetbal, goed voetbal was niet mogelijk. Tot hoever kun je gaan met zo'n veld? Wanneer moet je als scheidsrechter besluiten te staken? Dat is toch aan de scheidsrechter voorbehouden. Hangt ook vaak af van een aantal omstandigheden. Zo'n wedstrijd is bijna niet over te spelen. Met zulke grote belangen. Nou, dan ga je wat verder als bij een jeugdwedstrijd. Waar je op een gegeven moment kiest voor de gezondheid van die kleine knullen of die kleine meisjes. Mm. Nou. En dan is het aan de organisatie om de wedstrijd hetzij over te spelen. Of zoals we dat in de competitie ook hebben gehad met een aantal sneeuwbuien, regenbuien, bliksem en donder. Ook in de afgelopen competitie is dat ook gebeurd. Heb je ooit een wedstrijd gestaakt wegens onbespeelbaarheid door regen? Nee, maar zoals Rick de Sadeleer vermoedde dat je een zwemdiploma moet hebben. Ik heb er één. Daarnaast, als ik verzuip, dan pas moeten we de wedstrijd maar staken. Maar het is natuurlijk flauwekul. Nee, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Ignaas van Zwieten, dankjewel voor je komst naar hier en een goede reis naar huis. Ik heb het heel graag gedaan en jullie heel veel succes verder hier. Dankjewel. Na Bulgarije, Zuid-Korea hebben alle landen in groep A nu 2 wedstrijden gespeeld. We gaan even de balans opmaken. Die uitslagen nog 1 keer Argentinië, Zuid-Korea 3-1 en dan 3 gelijke spelen met 1-1. Italië, Bulgarije, Italië, Argentinië en ook Bulgarije, Zuid-Korea werd 1-1. En de wedstrijden die daaronder staan, die moeten nog gespeeld worden. Italië, Zuid-Korea en Bulgarije tegen Argentinië. Dan gaan we even kijken naar de stand. Die wijst uit dat Argentinië nu als enige 3 punten heeft uit 2 wedstrijden. Italië en Bulgarije elk 2 punten. En Zuid-Korea 1 punt uit 2 wedstrijden. De eerste 2 uit de groep plaatsen zich voor de laatste 16. De nummer 3 heeft ook nog een kans om een ronde verder te komen. Het team dat als eerste eindigt zit goed. Dat speelt vervolgens tegen de nummer 3 uit een andere groep. Maar de tweede plaats is al een stuk minder aantrekkelijk. In dat geval moet er gespeeld worden tegen de nummer 2 uit een andere groep. Tot zover deze uitzending. Het is nu bijna 13:50. Wij zijn terug morgenmiddag alweer om 12:00 met tennis van Roland Garros. De beide halve finales in het heren enkelspel. Rond het middaguur begint de partij tussen Lendl en Kriek. En daarop aansluitend Perrenforst tegen Leconte is dat. Het voetballen begint morgen om 7:55. Dan brengen we live de wedstrijd Brazilië tegen Algerije. En laat op de avond ook live Marokko tegen Engeland. Slaap lekker en tot morgen.